Goedenavond, ik zit er klaar voor de raadsvergadering van vanavond en ik wens u veel plezier met onze terugkijkvlog van donderdag 28 mei. Vanavond in de raadsvergadering de duurzaamheidsagenda van Purmerend. Duurzaamheid is voor het CDA niet alleen maar zonneparken, windenergie, maar hoe wij de aarde gebruiken en hoe wij dat door kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. De duurzaamheidsagenda heeft heel veel punten, maar we willen er eigenlijk twee uithalen die we ook in de commissie benadrukt hebben. Eén is isoleren. Isoleren van woningen, hoe beter geïsoleerd ze zijn, hoe minder energie je nodig hebt om het behagelijk te houden. Twee is het afvalscheiden, of eigenlijk het hergebruik van grondstoffen. Landelijke doelstelling is 75% van al het afval moet weer hergebruikt kunnen worden. In Purmerend is dat de afgelopen jaren 60%. En wij hebben de wethouder gevraagd wat we nou kunnen doen of waarom dat afvalscheidingspercentage nou blijft hangen. We hebben voor de zomerreces krijgen wij een rapportage daarvan. Dat vinden we goed. Duurzaamheidsagenda vinden wij goed. Dus wij hebben ingestemd. Voor het CDA is de markt heel belangrijk. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat er een marktmeester komt. De marktmeester kan dan goed de belangen wegen van verschillende partijen, zowel de marktkooplieden, de bezoekers, als wel de horecaondernemers en de bewoners, om te kijken wat het beste is voor iedereen. De raad is akkoord gegaan met de verwezenlijking van huisvesting voor mensen met meervoudige problematiek. Het CDA is daar heel blij mee, want we wachten hier al heel lang op. We gaan nu samen met het college, de zorgpartijen en de raad kijken wat er voor nodig is om dit allemaal tot stand te brengen.